Ben ik hierop? Nee, ook al niet. Vakwaardig. Ah, hier is een gat. Ja, dat zag ik dus niet. Ah, maar dat is gas, jongen. Dat is... Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij Outlast the Whistleblower. Yo! We gaan deze, het vervolg van Outlast 2 voortzetten. En in de vorige video hebben we deze handboeien losgemaakt, dus hebben we de deur naar het crematorium geunlocked, dus daar gaan we naar binnen. Oké, als je nu niet direct ophoudt met dat gefluit. Ah ja, dat is hier een crematorium. Allemaal stoven om lijken af te fikken. Oh, nee, wat ga ik? Oh, die gans afvikken. Oh shit. We have to leave. Come on, slacht die muur in. Oh, we hebben het overleefd. Waarom was ik zo lump, jongen? Ik wist dat er iemand aan de andere kant van die deur was en toch verschoot ik. Ik dacht even schouwen in dood, want die steekt ons in de... Oh, wow, wow, dat is niet goed, hè. Dat is giftig. Hé, hey, waar is die gast? Ah, ik moet terug. Ah, oh, shit, dat is giftig. Wat hebben we hier? Weer een kapel of wat? Een altaar. Als jij dat nog één keer zegt, hè, jongen, dan ga ik je keus een keer laten schrikken, hè. Welkom allemaal in deze kerk. We zijn hier vandaag om de geboorte te vieren van Jezus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. En de kut. Exit. Maar ja, die deur is zoals altijd dicht. Dat is hier ook een martelkamer, zo te zien. Ik heb ook weer batterijen van doen, altijd. Oké, dat zijn hier allemaal vriezers om lijken in te bewaren. Ah, nee, toch niet. Ja, dat loopt hier ook gewoon dood. Mag ik terug in... Nee, jongen. Hoe stom kunnen zijn. Ah, ik moet er terug over klimmen, daarom. Wat gebeurde er? Wat is daar? Come on. Lopen. Is eigenlijk het doel, Benny? Nee, die geest. Help. Fuck. Ah, batterij. Oh, die geest, jongen. Ah, hier kunnen we doen. Oei. Ah, geen probleem. Ik zie er een batterij aan de andere kant van de deur, maar de deur is op slot. Ik hoor een machine, zo'n zaagmachine, dus zobiet komt er sowieso weer een jumpscare. Oké, hier loopt sowieso iemand rond met zo'n zaagmachine. Nee, ik bedoel een echt zaagmachine, ik bedoel niet Jonas. Ja, ik... Nee! Je wilt mij weer doodzaaien. Ah, hij ziet mij niet. Jawel, hij ziet mij wel. Hij gaat me wel zien. Wat ziet hij mij nu serieus niet? Kijk maar uit, man. Hoe schuil is die wel niet, hè? En nu gaan we weer terug naar die kant, ja, waar ik naartoe moet.
Weet je wat, ik loop er gewoon voorbij. Ik loop hem gewoon voorbij. Ik weet niet waar ik naartoe ga, ik loop maar wat. Ah ja, hiertussen. Oké. Oké, we zijn safe. Oké. Dat was weer die gast met zijn zaagmachine, die hebben we al een paar keer gezien. Hij is terug in rolstoel, die kunt u goed gebruiken. Huh? Wat is die dan? Ja, doe dat uit mijn voets, jongen. Ik zal u niet storen. Doe maar goed voets. Poep maar eens lekker in het gemak. Maar die is aan het killen, jongen. Ah, hier is een gat. Ja, dat zag ik dus niet. Ah, maar dat is gas, jongen. Dat is... Ah, man. Mensen, joh. Ik ben al meer verschoten dan in Outlast. Ze moeten het gas uitzetten. Waarom zou ik die gast helpen? Ik zit weer vast, dus ik ga maar terug. Naar waar ik vandaan kom. Ik ben enkel aan het teruglopen, mensen. Ik weet niet of dat goed is. Maar ik vond in ieder geval geen andere weg. Ah nee, ik ben gewoon letterlijk teruggegaan. En dat moest niet. Ah nee, dan moeten we weer terug. Nou, die plek waar dat bericht in beeld kwam. En nu zijn we terug hier. Ah, hier is... Ah, maar dat heb ik gezien. Ja, Isse, en jij mij een goede tip zeker. Ik heb er veel aan zitten zien. Het is weekend, dus like de video. Ik heb er zitten zien. Oh, verdomme, hè. Wie is er zo aan het kloppen, jong? Tukske! Ah, jij dus. Jij wordt met je kop tegen... de fuck zijn er aan het doen, jongen? Mai. Die heeft ook de tijd van zijn leven. Ah, is er weer iemand achter ons aan? Ja, welden die, of wat? Come on. Ik ga je voorbij lopen. Oké, we zijn er voorbij. Oh. En lopen. Ah, oh, man. Ja, weet je wat, slaag me maar dood, hè, zeg. Waar is het? Die deur is dicht. Ah, hier, ja. Oké, we zijn goed. Eindelijk. Ah! Huh? Shit, al... Nee, Jens is geschoten met een pens. Oh, fuck, dat luik ging kapot. Kom aan, klimmen. Nee. Oh nee, ga niet. Wacht, zijn we veilig? We zijn in de badkamer. Waar is die valf, jongen? Arre. Waar is die stomme valf? Die deur is dicht. Wat gebeurde er? Was deze deur niet zo dicht? Ah, batterij.
Gelukkig maar. Een normaal iemand kan nooit weggaan. Hier moet die valf zijn. Hier moet dat. Hier moet die... Hier moet die valf zijn. Zit ik uit, hè? Fuck off. Ja, hier moet het zijn. Oh, alle camerabeelden. Ah, hier is nog een deur. Gas room, oké. Daar moet het zijn. Ja, hier is het, hier is het. Oh nee, wel dat zaagmachine. Maar ik heb toch nog geen valve aangeraakt. En we zijn wel gesaved. Dus Jammer mensen. Ja, dan moeten we naar hier. Waarschijnlijk die vent met zijn zaagmachine weer. Ah oh, nee, hij komt eraan. Ik pijs dat ik die kant op moet. Kom maar. Ah, ik snap het niet, hè. Hij ligt weer een batterij. Maar waar is die valf? Ah nee, loop! Ik heb nog een moment rust, hè. Wat staat er hier? Gas room. Dat hier is ook dicht. Dan loopt hier ook allemaal dood. Dat hier ook. Gas room. Maar die was dicht. Dus waar moet ik dan naartoe? Ah, hier opklimmen. Nee? Jawel toch? Jawel. Ja. Ja, oké. Okay. Als hier die valf niet is, jongen, dan... Gas room. Hier moet het zijn. Hier moet het zijn. Eindelijk, we hebben hem. Use a shortwave. Wel of wat? Stop met dat gefluit, jongen. Wacht, nu moeten we terug. Oké, okay, we hebben het eindelijk gevonden. Oké, okay, nu gewoon terug. We kwamen van hier. Ik kwam door de deur maar dicht. Voilà. Oké, okay, nu kunnen we naar hier. Oké. Okay. Mensen, ik denk dat we weer lang genoeg bezig geweest zijn. Bedankt, beste mensen. Het was weer echt een kut missie. Ik snapte er geen hol van. Maar oké, okay, we zitten hier in een alarmkamertje. Ja, dat alarm heb ik gemonteerd. Mensen, ik vind deze game eigenlijk gezegd nog intenser dan Outlast 1. Ik ben in ieder geval vaker verschoten in die twee video's dan in Outlast 1 in die ganse serie. Maar mensen, dit was weer de video. Like en abonneer. En dan zien we je bij de volgende video van Outlast The Whistleblower. Ciao!